Een van de belangrijke dingen die de PVV dit debat heeft ingebracht is dat we moeten laten zien dat we trots zijn op onze militairen. Maar ook op de dingen die zij dus in het verleden namens ons vaderland hebben gedaan om ons allemaal te beschermen. Een van de dingen die we vandaag de dag zien in dat debat is dus de rol van het Van Heusch regiment bij de nationale herdenking als het gaat om 15 augustus. En vandaar de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat de rol van het Van Heusch regiment bij de nationale herdenking 15 augustus is gemarginaliseerd en dat het vaandel van dit regiment tijdens de herdenking van 2023 niet meer getoond werd, van mening dat dit onwenselijk is, verzoekt de regering met de organisatie van de nationale herdenking 15 augustus in gesprek te treden met als doel dat het Van Heusch regiment met vaandel een prominente plek krijgt tijdens de herdenking van 2024 en gaat over tot de orde van de dag. De motie nummer 1 over het Van Heusch regiment, die moet ik ontraden. De Kamer is daarover geïnformeerd, beantwoording van Kamervragen door de staatssecretaris van VWS. Wat in de motie staat klopt niet en de vaandels roeleren. En om die reden gaan we dit niet doen, voorzitter. Dan noteren wij motie 1 onderraden. Daar is een vraag over van de heer Paul, PVV. Ja, maar dan klopt de motie wel, want het staat gewoon dat er dus in 2023 niet getoond werd. Dus dat klopt gewoon. En dat is natuurlijk ook gewoon een excuus om te zeggen, ja, maar het is niet dat we het niet willen laten zien. En het is toch heel makkelijk voor de minister om te zeggen van, goh, ik heb een partijgenoot, die zwaait daar de scepter. Ze kan gewoon bij de D66-borrel even zeggen, kom, dat Van Heusch regiment, zijn we trots op, laat het gewoon weer zien. Dat zou heel erg fijn zijn. Dank u wel. Ik weet niet helemaal of het in het kabinet op die wijze gaat. Maar ik kijk even of dit betoog nog tot een ander oordeel van de minister leidt. En anders zou ik zeggen dat we ontraden noteren. Geen ander oordeel, ik blijf bij ontraden. En roeleren is niet hetzelfde als marginaliseren.